goede... Nou, middag, avond, mensen. Het is een verschrikkelijke dag. Laat ik echt even beginnen met toch even stil te staan bij de afschuwelijke tragedie die dit is voor de hele naasten van Peter R. de Vries. Kinderen, zijn geliefden, hele nabije familie, vrienden, maar ook collega's. Echt heel afschuwelijk als je zo je dierbare verliest. Dan moeten we echt even met z'n allen in Nederland heel goed bij stilstaan. Peter R. de Vries zelf, er is natuurlijk al veel over gezegd. Maar hij is in 4 woorden helemaal neer te zetten. En dat is compromisloos, onverschrokken, vasthoudend en medemenselijk. Maar dat was natuurlijk het bijzondere, dat zag je in al die zaken. Ik heb er veel gevolgd, met bewondering. En soms, als hij mij de afgelopen jaren op de huid zat, ook wel eens met een soort van, houdt het nooit op. Ja, dat is die vasthoudendheid. Maar die medemenselijkheid in die zaken, Nicky Verstappen, Tanja Groen, maar ook de Putnitse moordzaak, echt, dat maakte hem natuurlijk tot het soort ridder die we allemaal zouden willen zijn. En dat is echt iets om een voorbeeld aan te nemen, want dat is natuurlijk het verschrikkelijke, dat we weten dat we met een niets ontziende criminaliteit te maken hebben. En die moeten we de komende jaren, de politie, het Openbaar Ministerie, alle diensten, we pakken dit met alle middelen aan en dat gaat echt nog een hoop jaren kosten. Veelkoppig monster, dat zal blijven spartelen als we het aanpakken, maar we moeten het aanpakken. En dan toch weer terug, echt even naar de hele directe kring, want ik leef enorm met ze mee.